Hoi, ik ben Boy en ik ben psychobioloog. En ik ben hier vandaag bij het Corpus Museum omdat ik een aantal vragen heb over het coronavaccin. Wat zit er eigenlijk in het vaccin en wat doet het eigenlijk in je lichaam? Dat gaan we onderzoeken. Ga je mee? Het menselijk lichaam in. De meeste mensen krijgen een vaccin aangeboden van Moderna of Pfizer. Zo'n vaccin bestaat uit kleine vetbolletjes met daarin RNA van het coronavirus. RNA wat? RNA. Dat is waar de genetische code van het virus uit bestaat. Jouw lichaam kan die code aflezen en weet dan hoe het virus onderdelen kan maken. Slim, hè? Dus hoe werkt dat dan? Wat het in ieder geval niet doet, is je DNA aanpassen. Dat kan dit vaccin helemaal niet. Maar hoe werkt het dan wel? Via een prikje in de bovenarm komt het vaccin in de armspier terecht. Vlak onder de huid. Vanuit daar beweegt het vaccin door het lichaam heen, tussen de cellen door, klaar om opgegeten te worden. En wat je lichaam dan eet, zijn die vetbolletjes die in het vaccin zitten. Die zijn van ongeveer hetzelfde spul als de buitenkant van jouw cellen. En zijn daarom hartstikke belangrijk om het vaccin goed op te kunnen nemen. Zoals zeebellen met elkaar kunnen versmelten, kunnen de vaccinvetbolletjes versmelten met de buitenkant van je lichaamcellen. Zo kunnen onderdelen van het vaccin goed jouw cellen in. En daar wordt het vaccin als het ware geactiveerd. Omdat je lichaam voor een groot deel uit water met opgeloste zouten en suikers bestaan, zijn de vetbolletjes in het vaccin ook alvast opgelost in water met zout en suiker. Dat zit dus ook in het vaccin. Niks geks dus voor je lichaam. Maar wat gebeurt er dan als het vaccin geactiveerd wordt? Het stukje virus-RNA wordt afgelezen door jouw cellen. Op dat stukje RNA staat dus hoe jouw cel een onderdeel van het virus moet nabouwen. Heeft die cel dat nou eenmaal gedaan, dan laat hij dat stukje zien aan het immuunsysteem. Omdat jouw immuunsysteem deze virusonderdelen nog niet kent, gaat het aan het werk. Het bouwt een legertje antistoffen op dat ook in actie komt als jouw lichaam in aanraking komt met het echte coronavirus. Van de meeste vaccins krijg je 2 prikken. 2. Dat is nodig om het lichaam goed te trainen en voldoende legertjes antistoffen op te bouwen. Dat opbouwen duurt overigens een paar weken. Dan pas ben je echt goed beschermd. Je wordt dan niet of veel minder ziek als je corona krijgt. Tot enkele dagen na vaccinatie prikkelt het vaccin je immuunsysteem. Daarna is het lichaam goed getraind en ruimt het lijf alles vanzelf weer op. Een deel van het vaccin verdwijnt uit het lichaam via de ontlasting. Niks geks dus voor je lichaam dat gewend is om elke dag vreemde stoffen af te breken en af te voeren via de dikke darm, endeldarm en dan... Maar wat gebeurt er nou nog meer in je lijf? Nou, omdat je immuunsysteem aan het werk is gezet, kan het zijn dat je je even niet zo lekker voelt. Denk bijvoorbeeld aan een beetje hoofdpijn, een stijve arm, misselijkheid of lichte koorts. Je merkt dan als het ware dat je lichaam die legertjes antistoffen aan het trainen is. Neem dan gerust een paracetamolletje. Dat helpt meestal wel. Als er mogelijk ernstige bijwerkingen optreden, dan wordt dit direct onderzocht. Op de lange termijn is de verwachting dat er geen extra bijwerkingen zijn. Zoals uitgelegd is het vaccin namelijk afgebroken door je lijf en het zit dus niet meer in je lichaam. Alleen je afweer is sterker geworden. Nu heb je een inkijkje gehad in hoe het coronavaccin werkt in jouw lijf. Heb je nog vragen? Ga dan naar coronavaccinatie.nl/jongeren.